Ik geef energie door middel van reiki en drukbundmassage. Een beetje ontspannende massage ook. En aromatherapie, dat combineer ik eigenlijk met de massages en de reiki. Door het inmasseren van die basisolie met etherische olie. Maar ook door het verdampen van die olie in de ruimte, in de kamer. En dat komt dus heel erg binnen. Via je reukorgaan komt het rechtstreeks bij je hersenen terecht. En die zorgen dat je rest van je lichaam erop gaat reageren. Dus het kan heel krachtig zijn. En ik probeer mensen ook duidelijk te maken hoe ze met hun voedingspatroon en met hun leefpatroon veel meer energie kunnen ervaren, houden. Heel veel mensen storten 's middags enorm in. Sommige mensen al om vlak na de lunch, zeg maar. Nou, dan is er gewoon iets aan de hand met de manier van eten en dat kan heel veel beter. Als je iemand tegenover je hebt, ik probeer me echt in te leven in die persoon en me af te stellen als het ware op die persoon. Waardoor ik kan voelen waar die persoon behoefte aan heeft. En ook welke etherische olie ik gebruik bij de aromatherapie. Dat doe ik puur op intuïtie. Ik heb daar natuurlijk lessen over gehad, hè, wat olie met een bepaalde olie met mensen doet, wat het voor je kan doen. Maar ik ga zelf vooral op mijn intuïtie af. Dus dat kan soms een olie zijn die me verrast dat ik die moet gebruiken. Ik ben mijn leven lang heel veel ziek geweest en in de reguliere geneeskunde knapte ik niet bepaald op. Sommige dingen gingen wel over, acute dingen of iets dergelijks. Maar de meeste echte chronische kwalen werden alleen maar erger. Ik kreeg allerlei bijverschijnselen bij door de medicijnen. Operaties die niet helemaal goed zijn gegaan. Dus het was eigenlijk altijd tobben. En in de loop van de tijd ben ik zelf op onderzoek uitgegaan. Ben ik naar natuurgeneeswijze gaan kijken. Op een gegeven moment naar een orthomoleculair diëtiste gegaan om voedingspatroon te laten bekijken. Daar heb ik dus heel veel van geleerd. Dat is eigenlijk doordat ik merkte dat ik zelf zo opknapte en zoveel meer energie had. De reiki die me zoveel gebracht heeft en de aromatherapie idem dito. En ook massages op de juiste manier gegeven. Dat heeft mij zoveel gebracht dat ik eigenlijk begin dit jaar besloten heb om dat anderen te gaan aanbieden. De Club Pure borrel van Judith, dat is echt wat het ook zegt, hè? Puur. De mensen zijn puur, de manier waarop de borrel gebracht wordt door Judith is puur vanuit haarzelf. Je voelt gewoon dat de mensen daardoor verbinding met elkaar kunnen maken. Niemand doet zich anders voor dan die is. En dat werkt. Mensen helpen elkaar daardoor.